Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Minecraft Hardcore Survival aflevering. Ik ben Melvin en ho, voordat je gaat reageren van Melvin, je bent niet bij je huis en dat zou je wel doen. Ik heb daar een perfect uitleg voor en misschien zie je ook al iets in mijn hand wat ik eerst nog niet had. En dat is mijn piemel. Ik bedoel, dat is een ho die ik net heb gemaakt. Waarom heb ik een ho gemaakt? Omdat ik even snel wat seeds ga laten groeien. Ook al, ja, ik heb aan eentje eigenlijk al genoeg. Want ik kwam tot mijn verbazing tegen in mijn inventory bone meal. En dat betekent dat ik daarmee wheat kan maken. En zoals jullie kunnen zien ben ik wel op een andere locatie. En ik heb dus eindelijk koeien gevonden. Ja mensen, ik heb koeien gevonden. Maar ik ga deze koeien niet doden. Ik ga deze koeien meenemen naar huis. En op die reis wil ik jullie meenemen. Ik wil jullie laten zien hoe ik met deze koeien door deze hele kutbiom ga. En kijken of ik het ook ga overleven. En ik denk het wel overleven, maar ik denk dat het nog een hele opgave gaat worden om die koeien mee te moeten nemen naar mijn huis. Dus dat gaat nog denk ik lastig worden. Ik drop dit hier. Dan pakken wij hier de wheat in onze handen. En dan hoop ik dat de koeien het al ruiken en dat ze dan zo met mij meegaan. En dan moeten wij proberen deze koeien mee te nemen naar mijn huis. En dat gaat denk ik een hele opgave worden. Ik wou even zeggen dat ik geen reacties heb gelezen van de vorige video. Omdat ik een heleboel ga voor recorden, pre-recorden, zo noem je dat. Omdat ik een heleboel moet werken aankomende week en die week erop. Dus een heleboel video's kan ik niet gaan reageren op jullie reacties. En dat vind ik jammer, maar deal with it. Het is nou één keer in het jaar en... Ja, ik denk dat jullie toch nog wel kunnen genieten van mijn video's. En ik hoop dat ik dat het niet erg wordt ondervonden door jullie. In ieder geval, wij zwemmen hier al met 3 koeien. En 3 koeien is genoeg, hoop ik. En 1 koe, die gaat er vandoor. Koe, ga alsjeblieft met me mee. Toe, als je met me meegaat, anders ga ik je doden. Anders ga ik jou doden, meneer de koe. Meneer de koe. Meneer de koe, hij komt alweer. Zie, dat helpt wel als je tegen ze praat, hè. Ik heb een heel lekker wijfje bij me thuis en dan word jij het vriendje van haar. Zullen we dat afspreken? Ja, zie, dan komt hij wel als ik het over een lekker wijfje heb. Hé, meneer de koe, jij moet mij wel blijven volgen. Goed zo. Oké, dit wordt moeilijker dan ik had verwacht. Wauw, dit gaat echt zo'n kutopdracht worden met die koeien. En het wordt ook nacht. En nee, dan moet ik naar in. Oh, shit, nee. Als het nacht wordt, dan betekent dat ik met mijn wheat moet gaan scrollen. En dan gaan de koeien niet meer mij achtervolgen. Kutzooi. Dit gaat echt zo kut worden, jongens. Waarom ga ik jullie hiermee mee vermaken? Ik denk dat dit wat meer rage dan vermaak, denk ik. Want er gaan zo vaak, die koeien gaan zo vaak niet doen wat ik wil. Zie, dit is al de eerste keer dat hij niet doet wat ik wil. Hij moet gewoon op het land komen, maar dat doet hij niet. Hij springt er eens een beetje als een achtelijke downy omhoog. En nu wordt het nacht en dat betekent dat we heel snel moeten gaan slapen. Oké, bed knippelen, slapen. Koeien, blijf daar. Ik hou jullie in mijn ogen, hè. Ik hou jullie in mijn ogen. We houden oogcontact. Oké, sorry, dat was geen oogcontact. Oké, meneer de koe, ga met me mee. Kut, Dia gaat niet mee. Waar heb ik mijn bed nou weer dan? Waar is mijn bed nou weer dan? Oh, hier. Oké, ja, nu gaan we weer verder, jongens. Omdraaien en mee. En nu gelijk. Het land op. Kom mee. Wij gaan hier omhoog. Daar gaan we omhoog. Dat gaan we doen. Kom mee zwemmen, jongens. Ik vind het trouwens wel knap dat die koeien zo ver kunnen zwemmen. Zie je dat voor je in het echt een koe dat zwemt? Nee, ik ook niet. Zelfs voor paarden of schapen. Hoe zou zo'n paard of... Ja, een schaap... Nee, een schaap dat zinkt per direct omdat het fucking veel wol heeft. Oh, dan vind ik dat zou best wel sneu zijn. Als je gewoon een schaap in het water... Oh, nee, daar ga ik niet over nadenken. Dat vind ik triest. Trouwens, en nu ik het over schapen heb. Dit gaat echt een heel random weetje worden. Maar of feitje bedoel ik. Weetje, feitje. Maar zulke feitjes heb ik vaker in mijn video's. Dus zo worden jullie alleen maar rijker aan kennis van domme feitjes en weetjes. Maar wist je dat een schaap, als hij eenmaal op zijn rug ligt, niet kan omdraaien? Nee, dat is zo. Ja, dat is fucking kut voor zo'n schaap. En als je dus een schaap op zijn rug ziet spartelen, goede man en ga die schaap redden. Want hij krijgt dan geen zuurstof op een gegeven moment, omdat zijn hele lichaam dan... godverdomme, die kutschapen die volgen mij. Nee, maar als je dus een schaap op zijn rug ziet spartelen, ga echt be the gentleman voor het schaap. En ga op het veld en ga dat schaap helpen. En ik zie alweer dat 1 koe achterblijft. En fucking kut, tyfus, kutschapenbeesten. Tyfus, fucking ui op, jongen. Ga lekker bij de zwarmenboer zitten. Want hier heb ik helemaal geen ruk aan. Jullie lopen alleen maar in de weg. En zie, die bruine koe, die gaat er wel even vandoor. Kom alsjeblieft mee, man. Dit wordt echt 1 dikke rage-tage-mode. Kom op, zeg. Kom. Naar boven.
Ja, ik ga jullie echt niet helpen als jullie op jullie rug liggen. Vuile kut aan de schapen. Jezus, man. Echt, ga bij de zwarmaboel liggen of zo. Ik heb hier geen zin in. Nou, laten we anders maar even een soort van trappetje maken met onze hand in het dirt. Ik denk dat toch dat de kortste klap is, ook al duurt het wel fucking lang. Maar hé, die schapen die zitten mij in de weg en die koeien die ziet ook niet meer. Dus dit gaat nog een lange aflevering worden, denk ik. Of ja, ik ga er misschien ook wel een heleboel in knippen. Dat is ook altijd een optie. We zijn nu al bijna 5 minuten verder en wat ik heb gehaald is... ik ben daar begonnen en ik ben nu hier. Wauw, dat bewijst... Nee, ik hitte mijn koe! Nee, ik moet mijn koe niet hitten. Vuile anus, kutschapen! Kom mee, koeien, nu omhoog. Echt waar? Dief een fucking eind op, Jezus, hé. Waarom moeten die schapen ook van wiet houden? Kom omhoog, nu. Per direct! Ja, goed zo. Nu omhoog, mee. Kom dan! Wat moet ik hiermee? Ze komen niet eens. En fuck, oh, fucking bruin, zwijs, grijs schaap. Oh, maar ik heb al eentje al gewoon doodgehit. Zoveel. Oh, mijn woede. Kom op. Oh, mijn god. Waarom heb ik Amplified Bounce gekozen als ik fucking koeien mee moet nemen? Hey, maar dan, ik verander mijn doel wel naar het meenemen van 2 koeien. Laat die derde koe maar lekker stikken, weet je. Laat hem daar maar zitten. We nemen gewoon deze 2 bruine koeien mee. En fuck off, kutschaap. Wat zei ik nou tegen jouw vrienden net? Ga lekker bij de zwarmaboel liggen. Ik heb niks aan jou. Op dit moment nog niet dan, nee. Nou, schapen, kom met mij mee. Gezellig, hè? Ja, nou, de vriendje van jullie is al achtergebleven. Omdat hij niet meer mee wou en omdat die kutschapen in de weg zaten. Dus dan moet ik het met jullie twee doen. Dus hoe heten jullie? Jij heet Bert. Leuke naam, Bert. En hoe heet jij? Ernie. Zijn jullie broeren dan? Jullie zijn geen broertjes, toch? Nee. Bert en Ernie, wat een leuke naam, hé. Wie is Bert? Want ja, jullie lijken zoveel op elkaar dat ik nu al niet meer weet wie Bert en Ernie zijn. En fuck off, kutschapen! Ja, rot op. Ik wil alleen Bert en Ernie met me mee. Kom jongens, Bert en Ernie. Vind ik een leuke naam. Weet je hoe ik heet? Ik ben Melvin. En ik maak ook wel eens een filmpje op YouTube, een videootje. En. Vuile kutschapen. Oh mijn god, die komen me straks nog letterlijk de neus uit. Even ondertussen kijken naar mijn coördinaten. We moeten daarheen. Daar moeten we heen. Kom bij Bert en Uri, we moeten daarheen. Ja, ik zeg kom. Moet je niet boos gaan worden. Die schapen. Kunnen jullie iets aan die schapen doen? Ik weet dat koeien echt fucking hard kunnen schijten van die fucking dunne mest hebben. Als jullie nu even in deze emmer gaan schijten, in deze emmer. Mag ik dat dan over die schapen heen smeren? Dat ze helemaal dat ze gewoon niet meer achter ons aan willen. Of dat jullie nu gewoon even gescheiden. Dat hier gewoon een barrière komt van scheid. Dat die schapen daar gewoon niet overheen durven. Is dat een mogelijkheid? Kunnen we iets afspreken, Bert en Ernie? Of denken jullie van ja, ik hoef nu niet te poepen. Dus dat ga ik niet doen. Nee, niet? Oh, jammer. Ik had verwacht dat wij een goede samenwerking konden gaan verrichten. Maar schijnbedriegt. Jullie willen dus niet meewerken aan mijn scheidideeën. Nou, dat begrijp ik aan de ene kant ook wel. Want ja, jullie zijn ook maar dieren. En jullie weten niet eens wat ik allemaal zeg. En voor de rest... ja, houden jullie ook van patat? Ik heb misschien thuis wat aardappelen. Kan ik wel even de frituur aanzetten. En hebben jullie misschien straks een wat lekkere friet? Als jullie daar zin in hebben, komt dan wat goed. Ik wil jullie wel even lekker gaan verwennen straks thuis. Maar dan moeten we eerst maar thuis zien te komen. Wat fucking kut gaat worden! Oh, dat gaat zo kut worden. Dit is echt de zwaarste aflevering die ik tot nu toe heb opgenomen, serieus. Al die bergen die in de weg zitten. Oh my god. En hier ook al die bomen, jongen. Ik begin gewoon, ik moet gewoon spontaan huilen als ik al die bomen zie. Koeien, komen jullie mee? Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit nou weer doen dan? Wacht, we gaan hier langs. Jongens, meelopen. Ja, elkaar er niet van afdrukken, AUB. AUB, elkaar er niet van afdrukken. Hier naar beneden. Komen jullie? Kom mee, goed zo. Jullie kunnen het wel, hè? Ja, Bert en Ernie. Jullie zijn toch wel dat ik denk van goede dieren. Mooi zo. Nou, we lopen weer verder. En ja, ondertussen heb ik eigenlijk niet echt iets bijzonders te vertellen, nee. Maar hebben jullie nog iets te vertellen, Bert of Ernie? Hebben jullie nog iets te vertellen? Hij begint er wat te vertellen. Wat vertel eens, Bert. Wat is er? Komen jullie serieus? Nee. Heb ik jullie net gered? Hé, hey, Bert die vertelt me net dat ze bij een hele boze boer woonden. En dat ze daar wel een beetje waren ontsnapt, maar dat de boer achter hun aan zat. En dat ik ze dus tegenkwam en dat ik hun nu red. Dat weet je niet, Bert. Nee, niet. Die boer die wou ze gaan hooivorken. En dan letterlijk. Dus een hooivork in hun reet. In jullie reet. Ik begrijp ook al waarom jullie zo net niet wouden scheiden. Ik zou echt bang wezen hoor, met een boer die een hooivork in je reet wil stoppen. Oh mijn god.
Ik heb medelijden met die koeien, jongens. Ik wil ook geen hooivork in mijn reet. Gadverdamme, man. Dat vind ik kut voor jullie. Nou, ik hoop dat ik jullie een heel mooi huis kan geven bij mij. En dat jullie daar ook echt thuis gevoelen. En Bella, die woont er trouwens ook. Wie Bella is? Oh, Bella, dat is mijn vrouwtje. Mijn koetje is dat. Dat is een lekker wijfie. En ik denk dat jullie wel met haar kunnen gaan neuken. Beide om de beurten. Wanneer ze wat kinderen heeft verwekt. En ik denk dat jullie het daar wel goed mee kunnen vinden. Ja, want ze is zelf wel namelijk ook een koe. Dus ik denk dat het goed gaat komen. En ik heb het niet tegen jou, Herman. Fucking kutschaap. Rot op. Komen jullie... Wat zeg ik nou? Rot op, Herman. Ja, nee. Omdraaien. Nu. Per direct omkeren, Herman. Goed zo. Mooi zo. Nee, maar Bella, ik denk dat jullie het wel met haar kunnen vinden, zoals ik net al zei. Even een neuken hier, neuken daar, kindje verwekken en dan, ja. Ga ik jullie echt niet gebruiken voor ladder, hoor. Nee, dat was een grapje dat ik jullie vervolgens ga gebruiken voor ladder. Nee, joh, ik heb helemaal geen ladder nodig, gek. Wat heb ik nou aan ladder? Trouwens, hoe ga ik dit doen? Hoe wil ik hier omhoog? Koeien kunnen denk ik niet het water omhoog zwemmen. Dat gaat denk ik niet lukken. Of wel? Zou dat lukken? Nee, dat gaat hem niet lukken. Dan spoel ik ze hier af. Oh mijn god. Hoe gaan we hier ooit omhoog komen, jongens? Hoe gaan wij dit fixen? Wacht. Misschien als ik een hele trap ga maken. Dat gaat nog wel lastig worden. Wacht. Oké, snel hier afscheiden. Afscheiden. Oké, daar ook zo. Zo. Hupsakee, zo. En dan als ik nu hier een soort van trap ga maken. Hoe gaan we dat doen? Dus ik even om na te denken. Zo. Wacht, nu heb ik ze vastgezet. Dat moet niet gebeuren. Oh, sorry. Sorry, Bert en Ernie. Nee. Jullie gaan met mij zo mee. Wacht. Zo een trap maken. Ja. Dat doen we maar even. Want ja, hoe moet ik alles omhoog, jongens? Ik heb geen flauw fucking idee. Dit is zo'n zware scheidaflevering. En dan moet Nederland soms dan ook nog voetballen. Oh mijn god, dat gaat helemaal kut worden. Ik wil voor 10 uur wil ik stoppen. Nou, dan heb ik nog wel aardig wat tijd. En kijk, ze komen al achter me aan, hé. Dat vind ik leuk. Dat ze zien dat ik hier een trap voor hem maak. Nou, dat ben ik blij om. En dan moeten we nu hier langs gaan lopen. Zo. Komen jullie, Bert en Ernie? Hupsakee. Mee. Hé, Bert, kom je ook mee? Omhoog, ja. Jullie kunnen hier omhoog klimmen, jongens. Ja, het lukt allemaal. Ja, mooi zo. Jullie zijn echt... Godverdomme, pleur ik zelf naar beneden. Dat hebben jullie nooit gezien, hè? Nee, kom. Nu. Omhoog. Snel. Klimmen. Nu. Omhoog. Bert, kom. Ja. Ernie, jij ook. Snel. Omhoog. Dan gaan we hier wel afslaan. Komen jullie nog? Ja, kom. Ja. Mooi zo. Wat zijn jullie toch goed in klimmen, jongen. Jullie zijn echt van die bergkoeien. Je hebt van die berggeiten, maar jullie zijn gewoon echt bergkoeien. Sowieso, jongens. Echt props naar jullie. Goede bergkoeien dat jullie zijn. En waar zijn we nu qua coördinaten? Godverdomme, man. Ik loop helemaal om, zie ik. Maar hoe moet ik het anders doen? Ik weet niet hoe ik het anders moet doen. We gaan hier naar beneden. Misschien, zo. Komen jullie nog? Ja. Ja, waar is je vriend? Waar is je vriend? Oh, daar! Oh mijn god, jij bent opeens snel beneden. Ik hoop trouwens niet dat ze te veel hartjes verliezen of dat ze om ten dood gaan, want daar zit ik niet op te wachten. Oké, ja. Oh, auw, dat deed pijn. Dat moeten we niet te vaak hebben, want straks zijn ze dood voordat we thuis zijn. En dat wil ik echt niet. Wow, dan heb ik zoveel tijd besteed aan die kutkoeien en dan... Hé, waar is je vriend nou? Waar is Bert? Hé, Bert, kom dan. Ja, kut Bert. Waarom loopt Bert heel dat achter, Ernie? Begrijp je dat? Oh, hij wil wel wat? Hij wil terug naar die boer omdat hij mij niet vertrouwt. Maar Bert, waarom? Waarom vertrouw je mij niet, Bert? Fucking kutkoe. Echt waar, ik zou jou nog een wedding aan steken. En hoe gaan we hier omhoog? Nee, mensen, dit is echt... Dit is echt zo fucking beroerd om te doen. Dit is echt één grote onmogelijke missie. Oh mijn god, man. Weet je, hoe wil ik dit gaan fixen? Want ik wil sowieso niet cheaten, maar ik ben zo sterk geneigd om te gaan cheaten nu. Oh mijn god, man. Ik ben nu al fucking 13 minuten bezig aan het kutten met koeien, omdat ik die gewoon bij me thuis wil hebben. Oh, nu heb ik er echt spijt van dat ik die ene koe dicht bij mijn huis had gedood. Echt waar, dat mogen jullie van me echt weten. Daar heb ik echt heel veel spijt van. En ik heb er ook spijt van dat ik, eigenlijk nu dit heb opgenomen, terwijl we hebben nog niks hebben bereikt. Oh, fucking hemeltje lief, man. Hoe willen we dit gaan halen? Nu even serieus, zonder grappende grollen en zonder ze Bert en Ernie te noemen. Hoe willen wij deze twee kerels meenemen naar mijn huis? Dat fucking nog 300 blokjes verderop is en dat echt overal bergen in de weg staan. Hoe willen we dit gaan doen? Ik heb echt geen flauw idee. Dit is echt Mission Impossible 4, jongens. Sowieso.
Wacht, ik moet wel zorgen dat ze een trap hebben. Zo moet hij dan maar. Daar dan weg. Ja, dan moet het zomaar. Kom jullie jongens, meeklimmen. Upsakee. Ja, die kan ook wel weg. En dan kunnen deze ook wel weg. Komen jullie nog? Nu of nooit. Klim. Nu. Kom hoog. Nu. Klim. Ja, toe. Druk elkaar er nou niet af. Kom, ja. En jij ook, Bert. Waarom loopt Bert nou weer achter? Fucking kut, Bert. Hij vertrouwt me echt niet. Nou, we moeten nog een goede 200 blokjes lopen. Ik hoop dat ik het ga halen. Anders zie ik jullie zometeen al bij mijn huisje. Want dit is echt Mission Impossible. En dan ga ik in die 2 minuten thuis bij mijn huisje straks wel even een ren maken. Want ja, dan heb ik de video wel genoeg gefilmd. Ik hoop dat jullie dit niet saai vonden. Ik denk het wel. Dit sloeg echt helemaal nergens op. Ik heb alleen maar lopen rage op kutschapen. En die koeien die werken ook voor gemeten mee. Nou ja, mensen, ik zie jullie zo bij mijn huisje. Ja, ik heb eigenlijk echt niks anders erop aan te brengen. Nee, tot zo. Ik zie mijn huisje. Oh, damn. Oh mijn god, dan hebben we ook nog zo'n kutzwarme schapen bijlopen. Echt waar, man. Wat heb ik daar nou weer aan? Die ga ik echt geheid doden straks, hoor. Maar hey, ik zag net mijn huisje, mensen. Oh mijn god, dat voelt zo goed. En het was niet eens zo heel lang geleden dat ik tegen jullie zei tot zo. Ik vind het nog best wel knap dat ik dit gewoon heb gehaald met 2 koeien. En dan moet ik ze zo meteen eerst laten neuken. En dan, ja, dan gaat het pas ergens in een later stadium ga ik die, hoe noem je dat? Die kisten, die boekcases, ja? Ga ik dan al een keer afmaken. Voor nu ben ik al heel blij met dat ik 2 koeien mee heb kunnen nemen. En dat ik ze heb gevonden. Man, dat was trouwens ook een kutwerk, jongen, om die koeien te vinden. Maar ik ben blij met wat ik nu heb bereikt. Ik ben heel erg blij. Bert en Ernie, ik ben heel erg blij dat jullie mee zijn gekomen. En als ik ooit een keer nog 2 extra nametags krijg, dan ga ik jullie beide Bert en Ernie noemen en dan zou ik jullie nooit doden. En nu ik hierover nadenk, ik moet zometeen kinderen krijgen. Maar omdat jullie 2 jongens zijn, mogen jullie straks dus gaan neuken met, hoe heet ze, met Bella. Maar wie van jullie wil als eerst? We kunnen een hoef, poot of oog doen. En dan ja, kijken wie er wint. Een hoef dat wint van een oog. Want een hoef kan een oog neerslaan. En hoef, poot, oog. Ja, ik weet niet waar dat op slaat. Dat is echt kuthumor. En fucking kutschaap, je staat voor hun in de weg, man. Rot, die stieven zijn top. Ja, mooi zo. En terecht dat je dood bent. Godverdomme. Ik hoop dat de eerste zwarmenboer jou vindt hier. En dat we dan extra zwarmen hebben. En gratis. Fuck, kutbeest. Nou, meelopen jongens. Bert en Ernie. We zijn bijna thuis. En dan mag een van jullie dus echt gaan neuken met Bella. Voor mij zitten ze daar ook echt op te wachten. Dat zie je gewoon aan ze. Ze zitten echt op dat moment te wachten dat ze kunnen neuken met Bella. Zie je dat? Oeh, ze hebben er echt zin in. Oeh, spannend jongens. Oeh, ja. Komen jullie nog? Ja, lopen. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kontje kaal. Of zoiets, ja. Zo gaat die toch? Ja, voor mij wel. Nou jongens, dit is mijn huisje. En achter dit huisje bevindt jullie nieuwe wifi. En dit wifi heet Bella. En ja, ik ga jullie nu kennis laten maken met Bella. Hier staat Bella, kijk eens aan. En Milan heb ik het trouwens niet over gehad. Dat is Milan, dat is het paard dat wij hier hebben. Maar ik denk dat Bella voor jullie interessanter is. En trouwens, jullie moeten eerst even hier naar binnen komen. Ik haal even gewoon 1 fence gateje weg. En kom maar jongens, kom maar hier lekker naar binnen. Mooi zo, nu moet ik echt heel snel dit gaan fixen. Hoe gaan we dat doen? Ik moet eerst even zorgen dat ik wat op de grond gooi. Waar heb ik niks aan? Ik heb niks aan die wortel. En dan moeten wij nu zorgen dat we die fence gate oppakken. De fence gate. Waar heb ik die... Oh, ik heb hem al opgepakt. Lol. Nou jongens, kom even naar binnen. Oké, dan is het nu heel snel. Mooi zo. Einde fucking luck. Ik ben heel lang hiermee bezig geweest. En ook niet een beetje ook. Niet een beetje ook, maar echt heel erg lang. Maar eindelijk heb ik hier 2 koeien staan die ik nu kan laten neuken. Of 3 eigenlijk. Maar ik moet nu dus kiezen of Bert of Ernie gaat neuken met Bella. En neuken noem ik het maar. Maar je noemt het paren bij dieren. In ieder geval, hoe gaan we het doen? Bella, met wie wil jij neuken? Met wie wou je neuken? Met wie? Wie vind je lekkerder eruit zien? Het zijn trouwens broertjes. Dat had je misschien al gezien. Maar met wie wil je neuken? Met wie wil jij neuken? Hé, nu of nooit, hè? Ik heb nu... Met Ernie? Waarom niet... Ja, met Ernie, oké.
Ernie, kom eens erbij, jong. Dit is Ernie. Dat zie je aan zijn oren. Ook al heeft hij exact dezelfde... Nee, dit is Ernie. Dit vind ik Ernie. Ernie, jij mag dus neuken met Bella en Bert. Jij mag toekijken. Oké, daar gaan ze, hoor. Oh mijn god, wat een schouwspel. Oh mijn god. En dan krijgen we daar een kindje uit. En waar is ons kindje? Oh, daar hebben we hem. En jongens, hoe noemen we Bert en... ik bedoel Ernie en Bella. Hoe gaan jullie hem noemen? Het is een hem, zo te zien. Hoe? Hoe wil je hem noemen? Geen naam? Nou ja, dan vraag ik dat de volgende aflevering wel weer. We hebben in ieder geval nu ons allereerste kindje gekregen. Van Bert, Ernie. Ik bedoel van Bert, van Ernie en Bella. Wow, dat kwam er lekker uit. Mensen, dit is dan de aflevering voor vandaag. Het was een beetje een rare aflevering. Misschien fucked up saai, en dat moet ik toegeven. En heb je toch genoten? Oh, kut. Ik haal ondertussen trouwens dit even weg, want dat gaan we nog nodig hebben voor papier. Ik heb niet heel veel trouwens meer. Dit is wel genoeg, denk ik. Ga ik ondertussen, terwijl ik mijn outro doe, nog even wat boekcases maken, want die hebben we nog nodig. We hebben hier volgens mij nog ergens 2 boeken liggen, als ik het goed heb. Ja, kijk daar. En ik zal even hout pakken, want dat gaan we ook nog nodig hebben. Dit is wel genoeg hout, denk ik zo. Dan ga ik dat nog even maken. En ondertussen, mensen, doe een blauw duimpje omhoog voor de support als jij genoten hebt van Bert en Ernie. En gewoon alles wat er mee is gemaakt in deze aflevering. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. Hier beneden. En ben jij nog niet geabonneerd op mij? Druk dan even snel knopje abonneer dat hier beneden staat. En voordat ik de aflevering echt afsluit, plaats ik deze 3 daar nog even bij. Dan hebben wij daar, als het goed is, compleet. Dan hebben wij hier, als het goed is, 15 van die dingen staan. Dan heb ik zo 15. Dat zijn de 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 16 zelfs. Dat zou moeten betekenen dat ik een level 30 enchantment kan doen. Ik ga het hier niet op doen, maar... Huh? Maar level 24? Ik dacht dat je maar 15 boekcases... Oh mijn god. Nou jongens, dit is... ik dacht... Oh wacht, ik zie het probleem al. Kijk. Die. Nu doet hij het. Als het goed is, is het nu level 30. Ja, kijk eens aan level 30, jongens. Dat betekent dat ik de volgende aflevering mijn Diamond Pickaxe ga enchanten. Maar voor nu heb ik eerst nog maar één ding te zeggen tegen jullie. En dat is... doei, mensen!